De BN'ers zijn zich helemaal lam geschrokken in 2021. Plotseling worden de reguliere showbizmedia die hen altijd zo goed gezind zijn links en rechts ingehaald door juist kanalen, de roddelbladen van de moderne tijd. In één keer zien de sterren van ons land de ene na de andere hand boven hun hoofd wegvallen en dat is voor hen behoorlijk slikken. De traditionele showmedia zijn berucht om de vele belangen die er spelen. RTL Boulevard is verbonden aan RTL, Show News aan Talpa, maar ook om de persoonlijke relatie van de zogenoemde deskundigen met de BN'ers die ze bespreken. Dat laatste pikt men steeds minder, denk bijvoorbeeld aan de rel rondom Borsato bestie Anouk Smulders. Juist kanalen zoals Roddelpraat, Live of Yvonne en Juist Chanel hebben bak aan persoonlijke relaties met BN'ers. Die hebben geen journalisten in dienst die bij elk feestje, elke bruiloft en elke babyshower willen zijn. Het gevolg. Ze domineren nu het showbiznieuws met pittige primeurs over artiesten als André Hazes junior en Marco Borsato. Irene Noors heeft met haar burgerlijke gezinsleven niets te vrezen voor die juist kanalen, maar toch heeft ze liever dat alles gewoon bij het oude blijft. Je hoeft niet zomaar alles te roepen en in de ether te gooien, briest de presentatrice, die haar eigen tv-carrière in de shredder heeft gegooid, in een video op de Boulevard site. Die juist kanalen zijn walgelijk, vindt Irene. Weet je wat ik mij afvraag? Hoe het komt dat dit soort mensen op deze juist channels alles maar kunnen roepen? Voorheen als je dat deed in een blad of whatever moest je rectificeren en dat is nu helemaal niet zo. En dat vind ik gek. Carlo Bossart, ja, precies, dan kun je zeggen, I'm gonna sue you. Rob Geus walgt er ook van. Ik kan me er niks bij voorstellen dat je eigenlijk de ellende van anderen omschrijft als een succes. John de Bever staat er nuchter daarin. Elk mens mag in zijn leven doen wat je zelf wil. André Hazes, Marco Borsato. Nou ja, het ligt eraan wat ze doen. Maar ieder moet zijn leven leiden zoals je zelf wil. Als je een bekende Nederlander wordt, dan weet je dat ze meer over jou gaan praten. Edson Dea Graça bekent dat hij die juist kanalen juist wel lekker vindt. Ik geniet er ook wel van. Weet je wat het is? Er gebeuren zoveel dingen in de wereld en toch vraag ik me elke dag af, hoe is het met André Hazes Jr., grapt hij. Yvonne Coldeweijer, Favri Notchavri. Ja, ik moet zeggen, die mensen moeten doen wat ze doen.